Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dieter Remers. Ik ben net kijktoren aan het beklimmen. Vergeet geen blauw duimpje om mooi te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En het is fucking hoog al. En dan vind ik maar een klein paaltje hoor. Oeh, het is nog hoger. En ik ga jullie dan laten zien de beelden. Ik hoop niet dat er niemand naar onder komt, want dat is echt hoog. En het waait ook nog heel goed. Oh, oh. Ik zie dat ik er bijna ben om mijn beelden. Ik zal zelfs niet naar boven kijken. Ja. 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 Even kijken waar mijn schat staat. Als ze zo kijken. Meerhout, Mol, Lipolsburg, Turnhout, Balen, Lipolsburg, Watertoren, Tilburg, Lommel, Hoofdbad, Hechtel, Beudel, Peer, Zutrigen. En mijn schatje, waar gaan we wandelen? Een vallei van de Zwarte Beek. Goed zo, schat. En we gaan niet de rode driehoekjes volgen, want die is 7,1 kilometer. En daar raden ze aan om met laarzen te gaan. Dus dat betekent, wij hebben geen laarzen aan. Dus we gaan de gele route nemen, waar we dus de laarzen niet nodig gaan hebben. Dus dit is onze wandelroute, dus kijk maar heel goed. Zet maar even op pauze. Dus ik ben nu aan het kijken waar wij nu staan. U bent hier, dus hier beginnen we. En zie je al eigen paaltjes staan, schatje? Tot nu toe niet. Tot nu toe niet. Dat begint hier al goed. Dus even kijken als daar aan de overkant geen paaltjes staan. Waar de auto's zich hebben voor geparkeerd. Ah, daar staan paaltjes. Ik ga daar eens gauw op kijken. Goed? Kom mee. Ah, ze komt meekijken. Ik wil niet alleen staan. Oh, dat is toch niet ver? Nee, maar ik stond net al helemaal nu. Ja, dat is wel waar. Dat je niet mee durfde naar boven te komen. Ja. Daar zie ik alleen maar rood, groen, blauw. Andere kant. Rood, groen, blauw. En daar heb ik ook nog paaltjes zien staan. Dat is altijd in het begin, dat moet je wel zoeken. Maar ik ga toch nog eens kijken op die wandelkaart. Als hier al een gele route is. Even kijken.
Ah nee. Hoe gaan we dat dan doen? Dus wij moeten terug richting de uitkijktoren gaan. En daar begint onze gele route. Gele route, voilà, hier, dan zo, 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 dan terug. En dan zitten we hier al direct aan onze parking. Oké. Okay. Dus dat komt heel goed uit. Zeg je er klaar voor, schat? Ik doe mijn best. Oké, okay, here we go. Ik zal zeggen, geniet maar weer al van de natuur. We kunnen zelfs hier intussen zitten. Lol, dat is wel mooi gemaakt. Maar we blijven goed op de wandelpad. Ja, ja. Dat is echt mooi. En ja, mijn vriendin is er ook nog erbij. Een wand om door te kijken. Dat is dat. Hier kun je dat ook vinden. Maar we zijn nog altijd, joink, rechtdoor aan het gaan. Telefoneren met een boom. Dus hier kun je mee telefoneren, hè mensen. Met zo'n boom kun je dus telefoneren. Oké dan. Dus jij dat ik via een boom kan telefoneren? Nee. Ik nog niet. Als je al iets nieuws zou weten. Schat, waar zijn beeldjes naartoe gericht? Dat ga ik even moeten zien naar daar toe. Ze heeft gisteren redelijk veel gewandeld. Dan ook, ja, vandaag wil ik nog een stevige wandeling doen. Ik kan dat aan, maar zij nog niet. Dus ik ben nu terug even onderweg. Eigenlijk moet ik aan de andere kant wandelen. Juist. Dus ja, zij is nu even achtergebleven voor te rusten. En dan ben ik nu heel snel door naar mijn auto aan het wandelen. Ja, ja. Dus ik denk dat ik binnen een goed kwartiertje terug al bij haar ben. Zij heeft trucjes bij. Ik heb nu dus totaal niks meer bij, want ik zie dat ik heb zelfs geen rugzak meer op mij. Gewoon van dat ik nu echt goed door aan het wandelen ben. Naar mijn auto toe en ik denk dat ik terug kan gaan. Ah nee. Dat ik mijn autosleutels ook nog in mijn rugzak had gestoken, dat was dus niet de bedoeling. Maar ja, ik ga jullie nu laten, want ik moet het GPS even volgen voor de snelste route te hebben. Om dan met een wagen te gaan. Speeltuin. Een redelijk grote speeltuin ook eigenlijk nog zelfs gezegd. Ja, wauw, wat een jeep. Nee, maar dat is echt een hele grote speeltuin. En ook wel mooi met decoratie en al. Toppie. Dat is rot decoratie. Allee, ik ga dan verder wandelen naar mijn wagen toe. Nu ben ik wel echt op tempo aan het wandelen en dat voel ik. Ja, mensen, dit gaat hier weer al lekker smaken. Een lekkere macaroni met kaas en ijs. Met nog een lekkere Coca-Cola erbij. Dus om hier bij mijn partner Alex Matthijske. Daar moet je zeker naartoe komen. Altijd heerlijk eten. Ook heerlijke ijsjes. Mensen, ik ben nu terug richting mijn thuis aan het rijden. Ik heb weer afgezet. Het gaat zo stukjes af aan richting het einde van de dag. Wat ga ik, dus wat staat nu nog op de planning? Ik ga dan gewoon nog even naar Rensknol kijken. Kijken wat VTM weer aan het uitzenden is. En dan daar gewoon nog verder kijken. Voor de rest ga ik dan slapen. En dan morgen weer begint mijn dag weer opnieuw. Ik ben nog niet voor gaan te werken. Ik heb een dagje verlof. En ja, daar ga ik wel even van profiteren. Om mijn Pokémon te jagen. Want ik moet richting Stad Hasselt. Waarom? Zo'n onder bij de 68 Pokémon die geheeld moeten worden. 68 stuks, dat is redelijk veel. Dus daar heb ik dan nog wat pokestops voor nodig. En die vind ik dus niet allemaal in Alken, zo allemaal zo goed dicht bij elkaar. Dus
ik heb er redelijk wat nodig. Dus morgen is al op de planning. Pokémon Go, Pokémon. Je nadert een roodlichtcamera. Ik had u toch uitgezet, GPS. Je nadert een roodlichtcamera. Ja. Ai, kom aan, man. Ik had mijn pinker aan voor af te slaan en dan laat ze mij niet door. Echt, en nu kom ik er niet op tijd. Nee, ziet je. Het is oranje en rood. Niet opletten op de beelden, wat de reverse. Kijk, zo'n klein beetje over de lijn. Het is 20 uur 59. Het is 22 graden. En dat klopt ook, want het is dezelfde temperatuur als in mijn wagen. Danger zone. In de danger zone. Ja, Q-Music heeft dus een nieuwe radiozender ook erbij. Dat is de Tense. Dus van 2010 tot 2020. Ja, is er ook wat muziek gemaakt en al. En die zijn ze nu daar op die radiozender allemaal aan het uitzenden. Dat is wel mooi ook om te horen. Zeg je ook de foute radio. Oké. Okay. De foute radio. Q top 100, dacht ik dat daar ook intussen zat. Ik luister altijd naar de foute radio. Ook de Nillies zitten daar ook van. De Idols. Dat was het. De Idols editie van de Nillies. Dat zit daar in. Maar meer niet. Meer weet ik dus niet. Dus je moet eens even gaan kijken op www.qmusic.be. Dan de fanmeeting mag sowieso doorgaan op Pixelan. Schrijf je in op www.pixelan.be. Ga je daar registreren en kom gezellig mee gamen een gans weekend. 14, 15 en 16. Augustus in Rons, dat is ook voor mij niet dicht bij de deur. Ja. De zon staat echt heel appetant, echt zeer appetant. Maar ik ga hierbij ook de vlog ook beëindigen, dus sorry. Ik weet niet als het een lange vlog is geworden of een korte vlog. Bij een lange vlog daar begin ik dan al toch altijd te zeggen van ja, dat is rond de 30 minuten. En een korte vlog dat is meestal rond de 10 minuten. Maar ik denk dat ik daar wel boven zit. Excuseer. Die heb ik niet voelen aankomen. Oh, dat is ook weer een goed liedje wat nu op de radio is. Van de Tins. Wacht hè. Op en mee, op de fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat voelt me ook helemaal niet. Dus doe maar achterop en mee. Dat is toch wel mooi, hè, die liedje. Zelfs kreeg ik weer een copyright claim. Ja, ook met de foute muziek, daar is dus een beslissing door YouTube ingekort. Dus de mensen die er heel rap erbij waren, die hebben die beslissing nog kunnen meemaken. Maar voor de rest. Niks. Dus bij deze vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet
ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt op mijn kanaal. Dus eigenlijk vandaag waren het er, ja, dus eigenlijk gisteren waren er 2 online gekomen. Dus bij deze. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug.